Goedemiddag. Goedemiddag. Margriet. Margriet de Brouw. Margriet. Margriet de Brouw. Ja. Welkom. Dank je wel. Fijn dat je er bent. Actrice. Zeker. Onder andere in Baantje gespeeld. Ja, en vooral ik speel in Het Oog van de Storm van Moor Productions. Ja. Het is 5-6 dagen voordat we in première gingen in Den Haag stopgezet. En, toneelgroep De Appel. En toneelgroep De Appel. Ja, ja zeker. En ja, daar is de subsidie natuurlijk ook stopgezet. En dat gebouw staat nu leeg. Want sta jij nu ook tijdens deze coronacrisis helemaal stil qua werk? Ja. Ja. Wat heb je de afgelopen periode bijvoorbeeld gedaan? Qua klussen? Nu, deze. Ja. Ik heb een self-tape opgestuurd. Naar? Voor mezelf naar een productie. Voor filmdingen, voor televisiedingen. Maar daar hoor je dan, dat wordt ook steeds gezegd van ja, dat staat stand-by, stand-by, stand-by. We weten nog niks, want we weten niet of het doorgaat. En, dus ja, je staat helemaal op nul eigenlijk. Ja. En je gaat wat verven, je gaat kamers verven en zo. Probeer je dan ook zeg maar creatief te bekijken en te onderzoeken hoe je toch verder kunt gaan met je vak? Dat is een hele goede vraag. Nou, ik ben ook ik zit wel. Ik werk nu bijvoorbeeld af en toe bij Uemundo Casting als gewoon casting director achter de schermen. Om gewoon toch bezig te blijven met het vak. En met talent. En ja. Met maken. En met dat het nog bestaat. En ik sta gewoon aan de andere kant nu. Maar ik wil er gewoon iets mee te maken blijven houden. Ja. Dus dat doe ik nu wel. En waarom ik die vraag ook stel, is omdat ik... je hebt een tante die ook acteert. Die heet Elsie de Brouw. En ik zag dat zij... Zij speelt in een stuk, het heet La Musica. Ja. Zij heeft een paar maanden geleden besloten om gewoon bij de mensen thuis te gaan spelen. Ja. Dus er waren een heleboel mensen die kaarten hadden gekocht. Ja. En die mensen wilden ze toch op een gegeven bepaald moment tegemoetkomen. En toen is ze in Rotterdam echt bij de mensen in de huiskamer gaan spelen. Dat vond ik echt briljant. Ze is fantastisch. Maar ik ben Elsie de Brouw niet. Nee. En daarom heeft ze ook allemaal prijzen en zo. En ik ga gewoon lekker thuis zitten. En niks doen? Nee hoor. Nee, dat geloof ik niet. Nee, daar ben je ook niet het type voor. Nee, maar ik heb een gezin. Dus daar zit ik nu dan. En waarom is het voor jou belangrijk om hier vandaag te zitten? Ik heb mijn grote appelboek meegenomen. Mag ik hem zien? Dit. Daar staan iets van biljoen prachtige voorstellingen in. Die ooit gespeeld zijn in een gebouw wat je kon slopen. En dan kon je het weer herbouwen en op. Het was één gebouw, daar speelden we alles in eigenlijk. Hoe iets daar, wordt wat het is. Ja, ja. En daar was Sascha Bulthuis. Een grandioze, prachtige actrice. Die speelde daar ongelooflijk veel hoofdrollen. Die was daar eigenlijk gewoon de grote ster. En die trok dat hele gezelschap met zich mee. En die is overleden in 2008. Ja. En... omdat wij nu ook echt op het randje van de dood staan als sector, denk ik echt. Dacht ik, haal ik er even een dooie bij, een briljante dooie. En ik wou iets van voorlezen als dat kan. Daarom geef ik hem je ook terug, want je gaat iets voorlezen. Maar ik vind dat toch nog een interessante uitspraak. Want voelt dat echt zo, dat we echt op het randje van de dood? Ja. En waarom? Ik vind het ook klaar met dat gevecht wat wij steeds moeten leveren. En ik heb het ook meegemaakt bij De Appel. Dat je dus elke 4 jaar en elke keer weer en dan uiteindelijk... het is kapitaalvernietiging. Iets is iets wat gewoon dicht moet op die manier, komt nooit meer terug. En dat is dat gebouw. Ik loop er nog vaak langs, want mijn ouders die wonen daar vlak om de hoek. En daar is niks anders voor gekomen ook. Dus dat was een super rijke plek waar ongelooflijk veel mensen samenkwamen en ongelooflijk veel prachtige dingen hebben gezien. Ik heb daar briljante dingen meegemaakt. Waaronder deze inspiratie, die vrouw. En, ondanks dat we zeg maar op het randje van de dood staan. Zoals ja, maar dit, wij moeten maar, wij moeten, dit is, dat is toen gebeurd. En nu moeten we dit allemaal weer gaan. Het wordt erger. Het wordt niet beter. Het wordt, doormaken, ja. Ja, het wordt nog meer een vies woord. Het wordt nog meer een besmet woord, kunst en cultuur. Ja, maar en toch, ik begrijp dat niet. Begrijp jij dat? Nee, maar toch ondanks al die treurigheid zie ik toch een bepaalde drive bij jou. Een bepaalde vurigheid, een bepaalde... Ja, maar ik ben wel echt heel depressief geweest. En dat was een goede vraag, want jij stelt vragen die waar ik even over na moet denken. Ja, dat zie je. En maar inderdaad, is niet erg. Nee, maar als ik zo terugkijk en waarom doe je niet heel veel... Ik was in het begin echt lam.
echt depressief ervan. Ja, maar dat ik echt dacht, ja, wat moet je dan nog, weet je wel? En, en nu ook weer dat je denkt, ja, nu zit ik weer hier en dan moet ik iets verdedigen wat je niet moet hoeven verdedigen, nee, vind dat, ik. Ja. En ik neem het, ja, ik neem het dit land, de politiek en het land erg kwalijk, om heel eerlijk te zijn. Eigenlijk was ik niet meer creatief door zo'n klap. En nog een keer zo'n klap. Dat snap ik. Dus ik vind het ontzettend knap van Elsie dat zij dat inderdaad toen... En ook van Johanna, die dan... Daarmee zei ik niet dat wat jij doet minder knap is of dat het slecht nee, is. Nee, dat weet ik ook wel. Okay, wat ik doe is ook heel knap. Dat weet ik, want je gaat namelijk meteen ook iets heel knaps doen. Je gaat namelijk iets voorlezen. Hebben we daar nog tijd voor? Ja, zeker. Oké. Nou ja, wat ik heel leuk vind aan Sascha, die vertelt... Want dat is natuurlijk ook een hele moeilijke vraag van... Wat is toneel en zo? En hoe, het wordt heel snel wollig en pretentieus. En, ja, elitair. Dat, en elitair, waar iedereen zo bang voor is. Wat, moeilijk te volgen. Ja, maar... zij zegt hierover in een interview met Hein Jansen, een toneelrecensent. Nu kijk ik scheel. Oké. Lastig hoor, over toneel praten... Want wat is toneel nou helemaal? Ik weet het niet. Om 7:45 opgaan, proberen te boeien en dan wegwezen. Zoiets. Toneel is een ambacht, maar ik denk ook dat het een manier van leven is. Voor mij is het de beste manier om het leven door te komen, laat ik het zo zeggen. Dat zegt zij. God heb haar ziel. God. Maar... Geldt het voor jou ook eigenlijk? Ja. Ja, ik denk het wel. Ik heb... Waarom? Ja, ik... Ik vind het zo leuk om meerdere kanten van de waarheid te onderzoeken. Ja. En ik hou ontzettend van twijfel, maar ook van mensen die dus heel erg voor ja, iets durven te zeggen wat normaal niemand durft te zeggen. Of mensen die buiten de randjes durven kleuren, waardoor natuurlijk... Ja, waardoor de evolutie is. Waardoor er iets gebeurt. Ja. Tot slot heb ik nog een persoonlijke vraag. Kijk, je bent in 2000 afgestudeerd. Dus je bent zo'n 20 jaar actief, hè, in dit vak. Ja. Waren dit 20 mooie jaren? Ja, heel mooi. Maar ook, waarom? En ook heel hard werken. Wat hiervoor werd gezegd. Dat idee dat het een hobby zou zijn, dat wij allemaal maar een beetje zo lanterfanterig, dronken in de kroeg hangen, weet ik veel wat er allemaal. Dat is gewoon niet waar. Wij werken heel hard. En ja, we hebben wel het voorrecht dat we met hele mooie dingen bezig mogen zijn, vind ik. En met heel veel talent mogen samenwerken en met mensen met waanzinnige ideeën. En ik heb het alleen maar eigenlijk als waanzinnig ervaren. Dus. Als mooi ervaren. Ja. Ja. Dan heb ik nog één, wat ik wel interessant vond. Dan is een brief, brief van Gerard-Jan Reinders, een grote toneelregisseur en schrijver. Ja, aan Sascha Bulthuis. En dat is grappig, dat is in Amsterdam 28 mei 2014. Ja, dat is 6 jaar geleden. Ja. Lieve Sascha, ze vroegen mij om een brief aan jou te schrijven en daarop heb ik meteen ja gezegd. Al weet ik wel dat deze... brief jou nooit onder ogen zal komen. Aan de andere kant, zeker is dat niks zeker is. Zoals het motto van toneelgroep Amsterdam luidde toen ik daar nog aan verbonden was. Hoe dan ook, het feit is dat er de afgelopen tijd enorm is bezuinigd op de kunsten. En dus ook op de zogenaamde podiumkunsten en volgens mij vooral op toneel. Het is bijna een vies woord geworden, lijkt het wel. Verschillende gezelschappen zijn rigoureus afgeschaft. Anderen moesten drastisch bezuinigen en krimpen. En zijn nog maar een paar gezelschapjes bijgekomen. Intussen blijven de gezamenlijke toneelopleidingen nog steeds jaarlijks zo'n 50 nieuwe acteurs op de markt dumpen. En uiteraard geringe kans op werk. Maar ja, bizar dat in 2014... Het raakt jou heel erg. Alleen maar erger is geworden. Ik zie dat het je heel erg raakt. Nou, het gaat ook over Sascha, maar... Ja. Ik vond het heel leuk om met je te praten. Ik met jou. Ja, dankjewel. Bijzonder gesprek. Namens hoeveel mensen ga je tekenen? 8. Nou, ga je gaan. Dankjewel. Gaat ondertussen iedereen klappen voor jou?